Goedenavond allemaal, welkom bij Winter Extravaganza Land van Kuik. Een speciaal welkom aan onze wethouder, de heer Ielissen, aan onze jeugdprinses, ik weet niet waar zij is, Lin. Welkom, en aan de danskamer van de carnavalsvereniging uit Beugen, de Verkenskop. Zoals jullie horen, Winter Extravaganza Land van Kuik, een nieuwe naam, maar al de 15e keer dat wij dit kunstje doen. En met kunstje... Nico, 15 jaar ijsmeester. En de foto is ook echt gelukt. Dus daar wil ik ook wel benieuwd naar. Niks aan de hand, Nico. Nico is wat geluid. Nou, jongens, we hebben een heel kort programma. Ik ga nu het woord geven aan onze wethouder. Daarna komt de danskamer uit Beugen. We gaan een hele mooie dans laten zien. En de officiële opening gaat gebeuren door onze jeugdprinses Lin. Maar we gaan vlug door, meneer de wethouder. Lach je niet door de man. Meneer de wethouder. Mag ik u nog voor? Het woord. Ja, goedenavond allemaal. Heel goed dat jullie er allemaal zijn. Nou, ik denk dat het weer uitstekend gelukt is om weer een ijsbaan in Boksmeer te hebben. Bent u niet meer geweten? Dichterbij, ja. Heel goed gelukt om weer een nieuwe ijsbaan te hebben. Want ja, we moesten de stekkerdoos nog bijna zoeken. Want ja, met die herinnering is heel veel ingepakt. En we moesten nog een aantal zaken uitpakken. Maar we hebben alles gevonden. Ook, zullen we zeggen, de afspraken die er waren met de oude gemeente. En die hebben we gewoon gecontinueerd. Zodat het weer helemaal spikkerspan eruit ziet. Ik vind het een schitterend uitzien. Misschien wel speciaal voor 15 jaar. Maar volgens mij de vorige jaar was het ook prachtig en helemaal in orde. Het is wel frisjes hier, dus ik ga het ook niet lang maken. We hebben geen speciale opening, we hebben wel een speciale openingsact. En het is goed om te zien dat er zoveel kinderen al aanwezig zijn, want daar wordt het met name voor gedaan. Jullie hebben er allemaal zin in, denk ik. Maar daar is het niet allemaal mee, dat geeft niks. Hey, als pitstijdstijd is afgelopen, dan komen we de laatste week ook uitstekend. Dan gaat het verlopen, dan zitten we al in 2023. Dan hebben jullie allemaal de hardles kunnen schaatsen en dan kun je gezellig weer het nieuwe jaar hebben. Heel veel succes en heel hartelijk gefeliciteerd met die 15 jaar bestaan. Dank je. Zoals ik al zei, de carnavalsvereniging uit Boksmeer, onze jeugdprinses is hier. En ik ben niet heel erg jaloers. Maar waar ik wel jaloers op ben is op Beugen, want Beugen heeft nog wel een danskamer en Boksmeer niet. En hoe mooi is het als een buurtdorp zo loyaal is om te zeggen van luister, jullie hebben geen danskamer, wij komen hier de sfeer brengen. Ik wil graag een heel groot applaus voor de danskamer van de Verkenskop uit Beugen. Mensen, kom maar door! Thank you.
Nou mensen, helemaal geweldig. Normaal staan ze in warme drukke zalen en nu op deze hele koude ijsvloer. Dat is helemaal goed. Welke dans kan ik dan zeggen dat ze in een ijstent gedanst hebben? Alleen jullie. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik ga gauw naar binnen, chocomel drinken, want het is veel te koud voor jullie. Dank jullie wel. En kom erbij, want ze wachten op jou, want de opening gaat echt door jou gebeuren. Ik heb net alleen gevraagd, Lin, je mag alles openen. Ben je zenuwachtig? Helemaal niet, want Lin die plaat makkelijk als ik dat doe. Dan zegt de jongens van die rijden. Lin, ik ga de microfoon aan jou geven. Jij weet wat je moet zeggen, het laatste is aan jou. Dus jij mag de ijs van de jaren openen, alsjeblieft. Als eerste gefeliciteerd met het 15-jarige schaatspad. We hebben 2 jaar op gewacht om weer te kunnen gaan schaatsen, dus we hebben heel veel zin in. Een eer dat wij met de jeugdraad en de stoom mogen openen. Vanavond is het gratis schaatsen voor iedereen. En bij deze is de schaatsbaan open!